ik. Alex, de achtbaan wil niet werken. Ik snap er helemaal niks van. Dit is omdat het geen achtbaan is. Dit is een neergestorte raket. We moeten die achtbaan nog gaan bouwen. Moeten we hem nog gaan bouwen? Ja, natuurlijk moeten we hem bouwen. Nou ja, laat ik hem anders maar bouwen. Want jij kan er helemaal niks van als het gaat om achtbanen bouwen. Nee. Ik wil ook meedoen met bouwen. Weet je nog de vorige keer dat we naar Disneyland gingen en dat jij zo goed dacht dat we een betere achtbaan konden maken dan Disneyland zelf en dat je vervolgens uit het karretje vloog met een suikerspin in je linkerhand? Alex, dit is echt een verzonnen verhaal. Dit is gewoon nooit gebeurd. Wat zeg je nou? Dat is zo wel waar. Je had zelfs van die Mickey oortjes op. Nee, wat is dit nou opeens? Ik heb nog nooit een achtbaan gebouwd, dus... Ik heb anders een idee. Wat nou ga jij naar jouw stomme gele kant en ik naar mijn supergeweldige blauwe kant en maken we allebei een achtbaan. We maken hem aan elkaar vast en dan gaan we wel kijken wie de betere achtbaan kan bouwen. Maar dan is het uiteindelijk wel één achtbaan. Dat is zeker waar, dus dan hebben we hem toch een soort van samengemaakt. Oké. Dus het wordt sowieso de allerbeste achtbaan. Nou ja, met mijn helft zeker wel. Op naar de Creative Circle. Dan kunnen we namelijk oneindig veel blokken gebruiken. Ik kan vliegen. Let's go. Oké, dat is ook wel nodig. Want mijn achtbaan heeft echt veel spullen nodig. Nou ja, mijn achtbaan heeft pas veel spullen nodig. Ik ga mijn achtbaan namelijk helemaal blauw maken. Duh. En de achtbaan gaat vanaf hier jouw kant op. Waar moet ik dan beginnen? Oh, dan moet ik hier beginnen met mijn achtbaan. Mijn achtbaan gaat het allerhoogst. Mijn achtbaan is al veel hoger op dit moment, hoor. Nee, ik ben al bezig. Hoe ben jij zo snel bezig? Oké, maar mijn achtbaan is een stuk steviger dan die van jou. Hoe bouw je überhaupt op die manier? Oh, je zet er gewoon een blokje onder. Ik dacht dat je de blokjes liet vliegen. Stort het dan niet helemaal in, denk je? Mijn achtbaan is gewoon vooral hoog. Veiligheid vinden wij niet zo belangrijk. Mijn achtbaan gaat bestaan uit allemaal kleine hobbels, bobbels en dat soort dingen. Want dat maakt de achtbaan veel leuker dan die van jou, Mick. Ja, maar kijk, dit is zeg maar de opbouw en straks... komt echt de allervetste achtbaan naar beneden ding ooit. Er ligt hier lava. Oh, daar kan ik misschien wel wat mee. Nou, ik weet het niet. Misschien op een ander plekje. Wat nou maken we hier gewoon een hele scherpe bocht zo om de lava heen. Dat is zo cool. Hey, Alex. Alex, hoe is het daar beneden? Wow, je bent echt heel hoog aan het bouwen. Holy moly, wat wordt jouw achtbaan hoog? Ja, dat dacht ik al. Ik ga gewoon een wereldrecord zetten met hoogste achtbaan van de wereld. Nou ja, oké. Ik denk dat dat wereldrecord een keertje al dit wordt wel echt een mega hoge achtbaan. Ik denk dat je hem best wel kan verbreken ook. Het lijkt wel alsof je naar de maan gaat erboven. Heeft jouw achtbaan al een wereldrecord verbroken? Van dichtstbij gaan bij langs de lava hier zo, duh. Dat is niet een wereldrecord waar je trots op moet zijn, denk ik. Oké, dan ga ik wel wat anders cool maken, waardoor mijn achtbaan een stuk beter wordt dan die van jou. Ik ga namelijk iets maken en dat heet een vrije val. Als ik een vrije val maak, dan maakt dat de achtbaan echt super eng. En waarom zijn mijn blokken al zichtbaar? Zou hier heb je een hele coole bocht omhoog. Wat zeg je? Zou deze paal veilig genoeg zijn voor alles? Nou, denk je dat deze ene paal die hele achtbaan omhoog moet houden terwijl jij in het karretje zit? Oké, ik ga nog wel wat extra's doen. Ja, dat dacht ik al, want jij bent best wel zwaar volgens mij, Piet, hè? Alex, laten we gewoon doorgaan praten over achtbanen. Oh ja, niet over jou, hoeveel nuggets jij elke dag eet. Nee joh, dat hoeft niet. En zakken chips, en zakken skittles, nou, het zal ook allemaal wel. Ik ga hier namelijk iets supercools maken. Voordat ik de vrije val ga maken, wil ik hier namelijk nog een nieuwe bocht gaan maken deze kant op. Wat ik dan namelijk wil gaan maken, is ik wil een soort bochtjes maken, waardoor het lijkt alsof je van de afgrond afgaat. Maar dat is dan niet waar. Je gaat namelijk heel snel naar de zijkant. En hetzelfde gebeurt dan ook weer hier, waardoor je heel snel naar de zijkant zo gaat. Oh, dit wordt zo vet. En hetzelfde gebeurt dan ook weer... hier terug naar het midden. Er moet natuurlijk ook nog allemaal rails op. Dus je moet je wel voorstellen alsof er een soort rails op gaat liggen. Want dat zit er natuurlijk nog niet op. En er komt echt super snelle rails op. Veel sneller dan de rails van Mick naar boven. Dat gaat echt een jaar duren voordat Alex, je daar bent. Alex, dat hoor ik. Hallo. Hoe kan je dat horen? Je zit letterlijk bijna bij de maan. Ja, ik hoor alles. Ik heb super oren. Oké, dat hoor ik inderdaad, dat jij super oren hebt. Maar dan heb je waarschijnlijk ook gehoord hoe vet mijn achtbaan wel niet wordt. Ja, ik ben niet echt onder de indruk nog. Maar misschien als ik er straks een ritje in doe. Hoezo ben je niet onder de indruk van mijn super geweldige, mega lange achtbaan? Ja, omdat, kijk, hij is een beetje... ja, hoe noem je dat? Niet zo hoog. Oké, maar daar kan ik van alles aan veranderen, denk ik. Een beetje een achtbaan is als een televisie. Groter is beter en hoger is beter. En ik heb de hoogste en de grootste en... dat is gewoon beter, ja. Oké, omdat jij dit nu hebt gezegd, ga ik mijn achtbaan zoveel hoger maken dan die van jou. Nee, ga nu nog hoger, letterlijk nu je het zegt. Maar kijk eens hoe hoog ik al ben. Ik ben al bijna even hoog als dat jij bent misschien al. Nee.
Nee. Ja! Jouw achtbaan is niet eens heel. Nee, je sloopt mijn achtbaan. Jouw achtbaan is kapot. Wacht eens even, dit geeft me echt een hartstikke goed idee. Slash give at player, dat ben ik namelijk. Oh, laten we dit er eens bij pakken. Aangezien Mick mijn achtbaan heeft gesloopt, vind ik dit eigenlijk wel een cool effect hebben. Om misschien een onzichtbaar gedeelte van de achtbaan te maken. Alex, ik heb nog steeds superoren. Kan ik dat ook? Nee, dat kan niet. Deze bocht is nu letterlijk onzichtbaar. Je kan niet zien dat er hier een bocht aankomt. Alleen met de rails dan natuurlijk. Ik vind dat niet heel veilig, maar... Het is hartstikke veilig. Het is het veiligste wat je ooit gaat zien waarschijnlijk hier zo. Ik heb hier nou een hele veilige constructie voor mijn gewicht. En een achtbaan moet er natuurlijk ook een beetje eng en angstaanjagend uitzien, want anders dan wil je er natuurlijk niet in, want dat is super saai. En wie wil er nou weer in een saaie achtbaan? Ja, oh, oké, je achtbaan wordt wel echt mega hoog inderdaad. Holy moly! Ik ga hier een lava... zwembad ondermaken. Een lava zwembad in de lucht? Ja. Oké, dat is wel echt mega vet. Dat is iets waar ik zelf niet aan had gedacht eigenlijk. Omdat als je zo hoog zit, Alex, dan krijg je het natuurlijk heel koud. Want boven is het kouder. Dus ja, daar hebben we een beetje verwarming van de lava. Ja, dat is waar ook. Oh, dat is trouwens zo vet. Wat nou maak ik een soort sneeuwthema hierboven. Ik bedoel, hier wordt de rails al onzichtbaar zo meteen. Ik breng jou echt alleen maar op ideeën volgens mij. Yep, dit wordt geweldig. Ik ga gewoon een soort heel sneeuweiland hier zo in de lucht maken. Op die manier wordt deze achtbaan zo vet. Maar hoe kan je een sneeuweiland maken? Ik bedoel, hij gaat hier natuurlijk zo omhoog. Of wat ik ook kan doen is het laten lijken alsof de achtbaan hier zo ophoudt. Kijk eens aan. Oh. Niet spieken. Wow, dat wordt echt een mega... Ik kan niet wachten om in de achtbaan te gaan eigenlijk. Ik ben zo benieuwd hoe ze worden. Maar we moeten ze wel nog aan elkaar gaan aansluiten, hè? Ja. Ik moet gewoon naar jouw stukje toe bouwen, neem ik aan. Yep. En ik moet naar jouw stukje daar beneden weer toe bouwen. Hoe ga ik daar ooit komen aan? Aangezien ik zo... Mick, wist je dat mijn achtbaan hoger is dan die van jou op dit moment? Alex, wat... Nee, ik ben nog niet klaar. Oh, je bent nog niet klaar. Ik bedoel, jouw achtbaan gaat natuurlijk over de lava heen. Wat super saai is. Wat allemaal maak je een achtbaan die... Kijk, Alex, hij is nu... Wacht nog even een paar seconden. Je maakt hem hoger! Oké, ik heb een beter idee. Wat ik namelijk ga doen is... Ik ga hier ook iets maken. Op deze manier gaat dit zo lopen. Dit wordt namelijk ook zoiets als wat jij hebt. Maar dan veel cooler dan wat jij hebt. Want mijn achtbaan is gewoon veel cooler dan die van jou. Alex, mijn achtbaan is hoger. Dat maakt helemaal niet uit. Ik pak nu namelijk wat anders erbij. Dat zijn deze oranje glazen blokken. Ik kan misschien al een klein beetje bedenken wat ik ga doen. Want ik ga inderdaad een idee van jou stelen. Ja, dat dacht ik al, want mijn ideeën zijn fantastisch. Dat wou ik ook... Oké, weet je wat? Omdat je dat hebt gezegd, ga ik het niet meer stelen. Dan ga ik wat beters maken. Nee, je mag oprecht wel van mij een idee stelen. Ik zou ook van mezelf stelen. Oké, dan ga ik het wel doen. Ik ga namelijk een mega lavabad hieronder maken. Oh nee, dan moet ik wel wat doen. Hier moet een blok komen en hier moet een blok komen. Anders valt alles naar beneden. Oh nee, straks gaat het hele bos hier beneden nog in brand vliegen. Oh, dit is zo vet. Kijk, je gaat dadelijk bij mij onder de lava weer door. Oh wow, dat is echt heel vet. Maar je kan jouw lava nou niet echt heel erg goed zien, lijkt het wel. Vind je niet? Ik ga glas plaatsen. Oké, plaats jij inderdaad maar glas. Ik heb namelijk wat onzichtbare blokken die over de lava gaan, waardoor het nu gewoon lijkt alsof ik over de lava kan lopen. Wat betekent dat mijn minecart, ofwel achtbaankarretje, er zometeen ook gewoon overheen kan. Ja, ik vind dat een beetje gevaarlijk, weet je. Het was gewoon gevaarlijk. Ja, maar Mick, deze achtbaan wordt extreem! Sterker nog, ik ga mijn deel super extreem noemen. Ik denk dat daar een inspectie langskomt en jouw achtbaan sluit. Want heb je überhaupt al gedacht over een naam voor jouw achtbaan? Voor jouw gedeelte van de achtbaan? Eigenlijk moeten we het samen bedenken, hè? Want het wordt uiteindelijk één achtbaan. Mijn achtbaan heet... The sky is not the limit, omdat hij zo hoog is. Dat is best wel een goede naam eigenlijk, omdat hij inderdaad... Hoe ga ik jouw achtbaan overtreffen qua hoogte? Ik bedoel, ik zit nu echt al super, super, super hoog. En ik heb lava hierboven. Ik heb een idee. Hoe gaan we dit nog enger maken? Als we nou dit hier op deze manier zo maken... dat de lavabak hier zo gaat eindigen... de rails gaat natuurlijk rechtdoor... dan zou ik hier gewoon een hele grote vrije val kunnen maken. Naar beneden. Oh, Mick, dit ga je nooit overtreffen. Jouw achtbaan kan dan wel super hoog zijn... maar mijne wordt nog extremer met deze vrije val zometeen. Alex, ik heb zo'n vet idee.
maar ik ga het gewoon niet meer zeggen voordat jij het weer nadoet. Oké, Mick, zeg het maar niet. Ik ga gewoon verder met mijn geweldige idee. De rails gaat nu namelijk zo meteen hier naar beneden lopen. Dan gaat hij er hier overheen. Dan is het natuurlijk weer tijd om hier een mooie bocht te gaan maken. Ik hoop niet dat er iemand misselijk gaat worden in onze achtbaan. Want dan spuugt hij alles over zo meteen met allemaal kleuren Skittles. Ja. Ik denk dat ze bij jouw achtbaan eerder in slaap vallen. Hoezo zou je in slaap vallen? Dat is zo gemeen om te zeggen. Ik vind mijn achtbaan echt veel extremer dan die van jou. En weet je wat? Ik ga hem nog extremer maken. Ik ga hier namelijk allemaal spinnenwebben toevoegen hierboven. Waardoor het lijkt alsof je in de rook gaat verdwijnen strakjes. Dit gaat hem zo cool maken. Dit ziet er namelijk nu al super vet uit. En laten we deze rookwolk ook een klein beetje meer naar beneden laten gaan. Het is zo gek om met spinnenwebben te bouwen in de lucht. Het ziet er zo maf uit. Maar op zich ook wel cool. Bij mij, Alex, wat ik al heb. Wow! Ga jij letterlijk door de lava heen met jouw achtbaan? Cool, hè? Oké, dat is inderdaad wel heel erg gaaf. Toch denk ik dat die van mij een stuk beter wordt. Hier komt de vrije val. Hier komt namelijk weer een bocht erin vervolgens. En dan moet ik hem zo meteen natuurlijk ook zien aan te sluiten aan jouw achtbaan daar. Zo, hoe ga ik dat nog gaaf maken? Oh, wacht eens even. Ik heb natuurlijk een blauwe achtbaan. En wat heeft de kleur blauw? Water! Wat nou maak ik een heel stuk waardoor de achtbaan lijkt alsof die door het water gaat hier zo. Je hebt wel geluk eigenlijk dat jouw achtbaan aan mijn achtbaan mag komen. Hoezo heb ik daarmee geluk? Ja, dan wordt die echt veel leuker. Dat is zo onaardig om te zeggen. Nee, maar wel... Ja, maar kijk, soms is de waarheid een beetje moeilijk om te horen, snap je? Oh, dit is ook weer zo gemeen dat je dit zegt. Mijn achtbaan wordt echt veel beter. Ik denk dat we kunnen het zo meteen zien wie meer tickets gaat verkopen. En ik weet zeker dat als Fred is echt de grootste achtbaankenner die ik ken. Als die hier langskomt, dan wil die sowieso liever in mijn achtbaan dan in die stomme van jou. Fred is zeker een goede vriend van je, of niet? Ja, best wel. Ik ga zelf altijd met Fred naar het pretpark. Dus dan, ja, dan kiest hij natuurlijk, kiest hij dan voor jou. Oh, dat weet je niet. Fred is hartstikke kieskeurig. Laatst stond hij bij een ijswinkel en had hij een bolletje aardbeienijs gekregen. Maar daar zat een beetje smurfijs in en toen wou hij het niet meer. Oké, nou dan wil ik ook mijn vrienden laten komen. Oh ja, maar, wie dan? Ja, Giel. Oké, dat mag. Maar Giel vindt mij toch veel leuker dan dat hij jou vindt. En mijn achtbaan ook, denk ik. Hoop ik. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet, hoor. Maar misschien kan Giel niet vandaag, dus... Dus dan hebben we alleen Fred zometeen. Olly en Moos willen ook graag, volgens mij, mijn honden. Je hondjes? Die mogen toch helemaal niet in hun achtbaan? Ja, maar... Die wel, vandaag wel. En ze kunnen niet praten, dus ik zeg dan wel wat ze vinden. Oké, want jij weet natuurlijk... Oh, wacht eens even! Dan kan je vals spelen! Nee, ik ben een hondenfluisteraar. Oké, in dat geval mag jij alle ratings geven van Olly & Moos natuurlijk. Ja, dat dacht ik al. Alex, ben je al bijna klaar? Volgens mij, snelheid is ook een... toch, daar krijg ik ook pluspunten voor. Ja, ik doe mijn best om snelheid te maken, maar het is zo moeilijk. Ik ben allemaal van die onzichtbare blokken hier namelijk aan het plaatsen. Zodat ik daarin natuurlijk zometeen het water kan gaan plaatsen voor de geweldige achtbaan die ik aan het maken ben. Alleen zijn onzichtbare blokken dus een beetje onzichtbaar, waardoor het een beetje lastig is om te zien allemaal. Hoe zouden superhelden dat doen? Vraag je dat niet ook wel eens af? Wat zouden ze doen? Nou ja, onzichtbaar zijn en daarmee omgaan. Ik bedoel, straks moet je ineens naar de wc en dan kan je niet eens je rits vinden van je broek. Waarom worden hun kleren eigenlijk ook onzichtbaar? Dat is best onlogisch. Dat is inderdaad best wel gek, tenzij die kleren ook onzichtbaarheidskrachten hebben. Heb je dan niet alleen de kleren nodig? Eigenlijk wel. Wacht, dus betekent dat als ik de broek stil van iemand die onzichtbaar kan worden, dat ik zelf ook zijn superkrachten krijg? Dan alleen je broek, hè. Maar als jij een superkracht zou moeten kiezen, welke superkracht zou dat dan zijn? Beter achtbanen bouwen dan jij. Hey, wow, dat is zo gemeen om te zeggen. Maar ik snap dat je dat zou kiezen, want dat kan je nu nog niet namelijk. Nee, dat heb ik al dus, weet je. Dus ik heb mijn favoriete superkracht al. Oh ja, nu ineens wel, hè. Ik heb mijn tunnel helemaal gevuld met water. Sterker nog, hij is iets te erg gevuld met water, zie ik nu. Ik moet er nog een tunnel doorheen maken, dat ik er wel doorheen kan komen. Alex, we moeten natuurlijk ook nog wat rails plaatsen. Oh ja, dat is waar ook. Het gaat allemaal zo lang duren. Maar dit wordt het laatste stukje wat ik graag wou hebben bij mijn achtbaan. Nu heb ik wat sponsen nodig. Hiermee kan ik namelijk alles in één keer droogleggen, zodat hier de rails er doorheen kan komen. Dit is zo'n coole watertunnel geworden. En wat zijn de allerengste vissen? Dat zijn natuurlijk puffervisjes, want die zijn super schattig, maar die kunnen super groot worden. Dus daarom dat ik er heel veel van hierin ga plaatsen, zodat die overal lekker rondzwemmen. En nu is het tijd om mijn achtbaan... Oh, je hebt hem al aangesloten aan die van mij. Ja. Maar nu moet ik nog de rails. Super snel.
Maar ik moet natuurlijk ook alles met redstone nog doen. Ja, dat is zeer zeker waar ook, inderdaad, nu je het zegt. Oké, ik maak hier een bocht. Alex, komt ik weet niet... hier naar beneden. Alex? Ja? Is het een beetje warm bij jou, achtbaan? Oh, nee! Hoe kan dit nou weer? Hier heeft nooit lava gestaan. Mick, ben jij mij aan het saboteren? Nee, ik ben gewoon bezig. Hallo. Weet je het zeker? Want dit lijkt wel heel erg op sabotage. Nee hoor, nee. Hoe kom je daar nou weer bij? Mijn lava is gewoon beter, Alex. Dat is zo niet waar. Oké, nou, het zal ook allemaal wel. Ik ga tenminste wat rails pakken. Alex, ben jij me... Oh nee, oké. Ik dacht dat jij me aan het saboteren was. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, ik ga tenminste hier alvast al mijn rails zetten. Want deze achtbaan moet echt super snel zijn. Maar ook weer niet te snel natuurlijk, zodat je kan genieten van de mooie stukjes die er zijn. En het mooie uitzicht wat je hier natuurlijk hebt in de beste achtbaan ter wereld. Een van de beste, want die van mij is de beste, snap je? Mick, we gaan het zo allemaal zien als Fred, Olly en Moos erin gaan, ja? Ja, precies. Ik kan eigenlijk echt niet wachten om in de achtbaan te gaan. Meeste stemmen winnen, toch dan? Yep, dat is zeer zeker waar. Hier moet dus natuurlijk nog wat naar de zijkant. En er moet nog veel meer powered rails op. Als Olly en Moos zeggen dus dat het beter is, dan is het beter al, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld wel. Maar ja, die moeten natuurlijk wel eerlijk gaan oordelen. Ja. Maar ja, het is niet dat Olly en Moos een kant zouden kunnen kiezen omdat ze zelf niet kunnen praten. En alleen jij het voor ze kan zeggen, toch? Zou je denken? Nee, dat komt helemaal goed. Ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik ook! Dat komt helemaal goed. Oh, mijn achtbaan gaat echt... Ik denk ook dat het een wereldrecord gaat verbreken met hoe snel die wel niet is. Nou ja, anders ik wel met deze vrije val zo. En natuurlijk de rails hier over de lava. Die eigenlijk een beetje langzaam moet gaan. Daarom zet ik er maar één powered rail neer. Echt waar, ik ben een echte achtbaan-expert. Ik weet al dit soort dingen, jongens. En hier komt dan ook een powered rail. Hier gaat de rails dan volledig naar beneden zakken. En dan moet hier nog wat meer powered rails opkomen. Of hij moet alleen zo, denk ik. Op het einde doe ik heel weinig powered rails. Want dan kunnen mensen net wat meer genieten van die van mij. Alsof ze van die van jou... Dan weet je wat, het zal... Doe je ding, Mick. Doe je ding. Ik weet toch dat je het niet gaat winnen van mijn geweldige achtbaan. Hier gaat de achtbaan natuurlijk ook nog door de pufferfishes. Wat echt een van de coolste stukken is van mijn hele achtbaan. En hier gaat de rails... naar beneden, naar de stomme achtbaan van Mick. Het spijt me alvast voor al mensen die in mijn achtbaan gaan, die ineens in die van Mick belanden. Hoe doe jij het met de redstone? Ik ben allemaal redstone torches aan het plaatsen aan de zijkant. Oké, dan doe ik dat. Het ziet er wat minder mooi uit, maar ja, het moet alsnog gebeuren, hè? Ja, precies. Ik moet hem eigenlijk wel één keer testen of die vrije val goed gaat. Ik denk het Wow. We doen het zonder testen. We moeten hem zo meteen in één keer testen. Oké, waar dan? Dat zijn de regels. Ik wil even uitbouwen dan of dit goed komt. Oké, nee, ik denk wel dat het goed komt. Ben je nou een beetje onzeker over je achtbaan? Hoor ik dat nou? Nee. Jij? Weet je het zeker, Mick? Want het klinkt een beetje alsof je onzeker bent. Alex is onzeker. Dat is niet waar. Ik weet dat mijn achtbaan het namelijk supergoed gaat doen. Ik heb alles zo perfect geplaatst. Ik moet er alleen voor... Oh, sorry, pufferfish. Oh, die is dood. Ik plaatste per ongeluk een pufferfish in plaats van de redstone torch. Dat is al de eerste, Alex, van jouw achtbaan. Ja, maar hij is verzekerd. Hij krijgt vast wel nieuwe flippers om mee te zwemmen. Denk ik, dan maar. Ja. Ik wist dat je achtbaan veel te gevaarlijk was. Ja, maar dat maakt hem juist extreem! Dat is niet per se goed. Hoe extremer, hoe beter. Er moeten nieuwsverhalen voorbij komen dat mijn achtbaan de beste achtbaan is ter wereld, omdat hij zo extreem is. En dan gaan mensen vanuit de hele wereld naar mijn achtbaan komen. Ik weet alleen niet of dit stukje snel genoeg is. Ik denk dat hier nog een klein stukje erbij moet voor de zekerheid. Ik heb wat inschattingsfoutjes gemaakt, dus... Oké, Mick, dat is helemaal goed, weet je. Als jij wat foutjes maakt, dan heb ik namelijk meer tijd om hier nog een klein opstapje te maken. Het is klaar? Nee, ja, ik ben nog de rest de torch verplaatst, maar mijn inschattingsfout is al gefixt. Maar doe je ding, Alex. Jij hebt duidelijk meer nog nodig. Ja, dat is omdat ik de start maak, zodat we hier überhaupt kunnen instappen met een trappetje. Ja, maak dus... Ja, precies. Nee, oké, dat is wel fijn. Dat heb ik ook al nodig. Het is echt bizar hoeveel één redstone torch kan doen al. Niet dat ik nooit achtbanen maak of zo. Ja, zo klinkt het anders wel, hoor. Eventjes kijken, zo. En dan ben ik klaar. Nodig. Ja, kijk eens en aan. Ik ben ook klaar. Dit werkt allemaal perfect. We hebben een ingang, we hebben een uitgang. Laten ik we hier nog even wat dingetjes toevoegen, zo. Gaat werken. Oké, jouw achtbaan ziet er wel langer uit of zo. Oh, hij ziet er zeker langer uit. Oh, Mick, ben je nu aan het twijfelen wie de beste achtbaan heeft? Nee, laten we hem testen.
Oké, aan mij de eer om als eerste te gaan. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw achtbaan. Ja, doe je ding, Alex. Oké, doei, Mick. Daar gaan we dan. Ja, kom je erachteraan? Wow. Woe, let's go. Oké, dit gaat best wel snel eigenlijk. Oh, wow. Over de lava. Ik krijg helemaal warme voetjes ervan. Ja, lekker, hè? Oh, nee, en we gaan naar beneden. Hey. We gaan hierheen. Wow. Oké, Mick, ik ga door de lava. Vet, hè? Er mist daar een raam bij je lava. Dat is gewoon... Oh, nee. Werkt die? Mick. Au, Alex. Je zit vast op je eigen achtbaan. Ja, maar dat komt omdat ik op jou viel. Ja, ja, ja. Laten we nu kijken naar de betere achtbaan in plaats van dat jij daar vast staat. Ik ga hier omhoog. Alles werkt perfect. Alles is perfect aangesloten op mijn achtbaan. Mijn achtbaan gaat sowieso een betere rating krijgen dan die van jou. En over het onzichtbare stuk... naar boven en dan over de lava door de rookwolk. Kom op, kom op, kom op. Doe het, doe het. Ja! En mijn vrije val werkt lekker wel. Ik ga hem ook testen. Oké, werkt. En de achtbaan stopt hier perfect. Ik ben Alex, hartstikke tevreden met mijn achtbaan. Die van jou daarentegen, die heeft nog een probleempje. Nee, maar dat kwam omdat we te vroeg achter elkaar gingen. Ja, 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 Mick. Ik viel op jou. En Olly en Moos, die hebben geen mening, heb ik gehoord. Nee, dat snap ik inderdaad. Ze zeggen... Oké, ze zeggen dat die voor jou beter was. Yes! Welke achtbaan vond jij het vetste? Laat je antwoord weten in de reacties. En klik op een van de twee video's die je hier naast me kan zien staan. Die moet je echt gezien hebben. Doei!